iedereen kent wel de citroenmeringue. Maar iedereen kent wel de citroenmeringue taart. De zacht zure vulling van... Je bent weer... Je hebt weer... Gerust. Je hebt weer flink gewerkt. Belangrijk bij deze opdracht zijn eigenlijk drie belangrijke componenten. Ten eerste het deeg. Die moet nu met deze opdracht... Dat is goed hoor. Ik ben bijna klaar. Zo'n 700 jaar voor onze jaartelling werd in Griekenland bij de allereerste Olympische Spelen waarschijnlijk voor een... De bakkers gaan vandaag een cheesecake maken. Een taart waar je enorm mee kunt variëren. Maar pas op, hij moet goed gebakken zijn, want hij moet gaar zijn, mag ik zeggen. Spanning. Ja. Ook best een heel goed weekend gehad. Een beetje drank ook in? Ja. Nou. Mm-hmm. Proef je? Maar niet te veel, toch? Nee. Bij deze opdracht komt het niet alleen aan op de smaak. Bij deze opdracht komt het niet alleen aan op de smaak en... Gezien, die kun je met van die pelletkorrels doen. Ja, dat is helemaal ideaal. Ja. En dat kost niks, hè? En dan gaan we voor het laatste mandje. Sorry hoor. Oké. Wat was de laatste zin er weer? Denk jij hetzelfde? Denk jij hetzelfde als ik? We gaan. Oké. Komt ook uit de liefde, hè, jongens? Oké. Hij is geland. Hij is geland.